Vanuit Compaan zijn we laagdrempelig beschikbaar in wijk en buurten. Concreet, we zijn er, we zijn zichtbaar. We pakken letterlijk de fiets, fietsen rond, gaan in gesprek, ontmoeten mensen. Mensen weten ons te vinden, wij weten anderen te vinden. Zichtbaar, zichtbaar voor iedereen. Dat is een hele belangrijke. We zijn er. Die vrijwilligers die we onder dak hebben, dat zijn echt de kanjes hier. Want zonder die kanjes, dan konden wij ons werk hier gewoon niet doen. Dat zijn vrijwilligers. Zijn er altijd, kunt er altijd op bouwen. We hebben zelfs een vrijwilliger die gewoon 3 dagen per week komt om de meubeltjes klaar te zetten. Voor een bingo, voor een yoga, alles aan de kant. En dat is ook gewoon een vrijwilliger. En die eerste die komt 3, 4 keer op een dag even aanrennen. Onze kanjes. Vrijwilligers zijn belangrijk omdat ze zelf een belangrijke bijdrage leveren voor een ander. Dus de gemiddelde vrijwilliger ervaart het zelf als erg positief door vrijwilliger te zijn. Dus daar zijn heel veel mensen mee geholpen. De visie van het jongerenwerk is om jongeren in beeld te hebben. Om hun ook het gevoel te geven dat ze een plek hebben waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Wat ik ook belangrijk vind is als een jongere een rotdag heeft gehad en ik heb avonddienst, dat hij gewoon bij me komt en zegt van, goh Gerard, ik wil even met je praten, want mijn ouders doen vervelend. Of ik heb een slecht cijfer op school en ik heb consequenties. Ik ben verliefd, mijn relatie is uit, wat moet ik doen? Dat zijn, ja, en om hun het vertrouwd gevoel te geven van, ja, dat ze bij mij terecht kunnen. Met alle vragen. En ik merk dat jongeren daar ook de behoefte aan hebben. We brengen jongeren in contact met ouderen. We hebben een jongerencentrum, we hebben dagen voor ouderen. Waarom zou je ze niet samenbrengen? Om de praktijk leert dat beide groepen daar erg gelukkig van worden. Maar er zijn mensen tussen. Die moet gewoon de rollator gebracht worden om er van die stoel af te komen. En er zitten mensen bij, die kunnen nog wel naar ballet. En er zijn mensen die hebben een verstandelijk gehandicapt, maar die zitten gewoon zo leuk in gesprek met iemand die hun gewoon ook iets anders over Veendam vertelt. En om een wandeling te maken of een fietstocht te maken. Het is zo gemêleerd wat gewoon op het Activieplein zit. En ik denk dat dat juist ook de bedoeling is. Dat iedereen gewoon daar van harte welkom is. En soms zitten mensen gewoon in situaties waarin ze het even niet meer zien. Waarin ze even de weg kwijt zijn of even de richting niet meer weten. En even een eerste stap nodig hebben om weer regie op hun eigen leven te krijgen. En zelfredzaam te zijn. En daar leveren wij een bijdrage aan. Eenvoudig.